De organisatie Energie van Hollandse Bodem gaat in samenwerking met de gemeente Tiel zo'n 900 zonnepanelen plaatsen langs de A15 over een lengte van ongeveer anderhalve kilometer. Met behulp van subsidie van de landelijke overheid en de gemeente Tiel kan dit project worden gerealiseerd. Dit initiatief past binnen het coalitieakkoord van de gemeente, waarin gesteld wordt dat TIEL actief inzet op het bevorderen van alternatieve energiebronnen, waarbij de CO2-uitstoot tot een minimum wordt beperkt. De zonnepanelen leveren stroom voor zo'n 50 gezinnen op jaarbasis. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven, zal tot realisatie worden overgegaan.